dat is... Oh, wacht even, dat is er. Loop even weg. De loodser. Ja, wat is dit? Huh? Yes, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Bram, je hoort het heel veel de laatste tijd in de samenleving, hè? Die liegt wat, het kabinet liegt ons voor, je hebt al die gore mannen die allemaal liegen. Iedereen is aan het liegen. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, zijn de mensen, de doodnormale burger op straat, zijn die een beetje bereid om te liegen? Ja, dat gaan we deze week testen. Ja. Ik ga dat doen als zijnde quizmaster en reporter, want ik ga kijken, zijn mensen bereid te liegen met druk van de camera? Ja. En ik ga testen, zijn mensen bereid om te liegen omwille van de brocode die er heerst onder mannen. Oké, dit is Sophie, mijn nieuwe vriendin. Dit is Anne, mijn eigenlijke vriendin. Ik zit met Sophie in het park, we hebben het supergezellig en ploep, dan komt Anne in één keer aan. En ik ben ziedend. En jij bent ziedend. Ja. Dan is er zeg maar de derde persoon die ook op een bankje zit. Ja, die moet gaan bevestigen dat of ik daar met een meisje zat, of die gaat liegen voor me en zeggen nee hoor. Dus hij zei de hele tijd al in zijn eentje. Wat heb jij allemaal gedaan gisteren nog? Werk. Ja? Ja, dat is mijn meisje. Ja. Nou, grappig dat het toch... Oh, wacht even. Shit. Oh, dat is mijn vriendin. Kan jij... Ga maar. Mijn vriendin... Ja, mijn vriendin loopt hier. Wat de fuck doe jij? Hallo? Chantal belt mij net. Chantal belt me net dat jij hier met de andere chick in het park bent. Wie, ik? Ja? Nee, helemaal niet. Oké, hoezo krijg ik dan dat bericht? Ik zit hier gewoon in mijn eentje. Wat is dit dan? Waarom belt ze mij dan? Schat, ik zit hier al de hele tijd in mijn eentje. Vraag aan deze meneer. Ik zit hier in mijn eentje. Ja? Toch? Ik zit hier toch in mijn eentje. Sorry, wat? Oh, ja, zij zegt dat ik hier met iemand anders zou zitten, maar dat is toch ja, ik krijg net het bericht. Ik word net gebeld. Dat jij met iemand anders in het park zit. Nee. Nee, toch? Ik zit hier toch de hele tijd in mijn eentje? Vraag niet meneer. Later. Bekijk het. Thanks, man. Deze man die wilde hier absoluut niks mee te maken hebben. Die koos voor het hazenpad. Oh, zullen we hier even zitten, Anne? Oh, wacht, mijn vriendin. Mijn vriendin is hier. Oh shit, kun jij alsjeblieft weg? Ja. Wat is dit? Kim belt mij net dat jij hier met de andere chick in het park bent. Ik zit hier in mijn eentje, schat. Hoi, waar kom jij vandaan? Ja, waar kom ik vandaan? Ja. Zij belt mij net dat jij hier met iemand anders bent. Ik zit hier altijd in mijn eentje, schat. Vraag het aan hem. Zat hij hier alleen? Was he here alone? I'm here alone all the time, right? I'm sorry? I don't know. Oh, I'm sitting here alone, right? She's saying I'm sitting here with another girl. Ja, doe. Later. Oké. Okay. Hoef mij niet meer te bellen. Thanks that you didn't say it. I tried to push. Luckily my Dutch is really bad. Oh, oké. Well, thanks. Anyway. You haven't seen anything, right? Okay, if she comes back... What happens in the park stays in the park. What happens in the park stays in the park. Thanks, buddy. Have a good one. Ja, we moeten wel oppassen, want ze woont hier ook in de buurt. Maar ik word er helemaal gek van mijn vriendin, weet je. Oh, wacht even, dat is er. Loop even weg. De loodser. Huh? Wat is er? Hé, hey, schat. Ik ben net door Chantal gebeld dat jij met de andere chick bent. Met een andere chick? Ja, ze belt me net. Ik zit hier in mijn eentje. Fucking bullshit. Nou, ik zit hier al. Ik zit hier gewoon even in mijn eentje. Vraag aan hem. Ik zit hier toch in mijn eentje? Hij heeft niemand gezien. Wat is er? Ik zit. Thanks, ouwe. Ja. Jezus. Zo. Maar wel. Ja. Nou ja, thanks hoor, brocode. Ja. Jeetje man, ja, ik zat even met een ander meisje hier. Zo gaat het leven, ja. Maar ja, maar wel bedankt dat je me even wilde helpen, man. Ja. Top, ik denk dat het nu wel goed komt. Kom. Door jou.
Hey, rustig aan, man. Thanks. Jij ook. Ik ga nu testen of mensen bereid zijn te liegen onder druk van de camera. En dat ga ik doen door te vragen wie is je favoriete artiest. En daarna vragen of ze een andere artiest willen noemen. Wie is jouw favoriete artiest? Ik zou het niet weten op dit moment. Ik luister heel veel verschillende soorten muziek eigenlijk. Dus okay. Niet één favoriet. Of camera. Zou je misschien kunnen zeggen dat je heel erg fan bent van André Hazes junior? Want we hebben nog niet iemand die voor volkszanger zijn. Daar hou ik het ook echt niet van. Dat is een van de weinige dingen die niet zo heel veel luisteren. Nee, maar gewoon heel veel een voorbeeld. Nee, maar ik luister het eigenlijk nooit. Maar gewoon heel veel zeggen van dat is het. Dan liegen, heb je. Ik kan er niet gaan lopen liegen. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die zegt André Hazes junior. Oh. Zou je dat heel even kort kunnen zeggen? Nee, want het is niet mijn favoriete artiest. Nee, maar gewoon dat we doen alsof. Oké. En wie is uw favoriete artiest? André Hazes junior. André Hazes junior, geweldig, fantastisch. Ik hoop dat het allemaal goed komt met zijn vriendinnen en alle toestanden. Mensen zijn op zich redelijk bereid te liegen met zo'n simpele vraag. Maar zijn ze dat ook met een vraag over een heel maatschappelijk onderwerp? Er gaan nu een aantal nieuwe versoepelingen komen eraan. Ja. Wat vindt u daarvan? Ik sta daar heel positief tegenover. We hebben eigenlijk alleen maar mensen die het er mee eens zijn. Oké, dus je wil eigenlijk van mij een paar ongenuanceerde uitspraken? Ja. Nee, die ga ik niet doen. Nee? Nee. Zou je misschien kunnen zeggen dat je het ook wel spannend vindt, al die nieuwe maat, of tenminste die versoepelingen? Ik weet niet hoe het echt moet onderbouwen, maar ik kan prima zeggen hoor. Ik vind het nog redelijk vroeg. Ja. En ik weet niet of het het verstandigste besluit is, maar we zullen zien of hoe het ze uitpakt. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee? Nee. Ook niet, want dan heb ik mijn item af, zeg maar. Nee, ik zou het niet doen. Okay. Daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee? Ben ik hartstikke mee eens dat alles open gaat. Zou je dat kunnen zeggen, dat je het er niet mee eens bent? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Want mijn vrienden gaan het ook zien, of ben ik voor wie die denken. Ja, nu ben ik eigenlijk heel erg benieuwd of mensen ook gaan meespelen dat ze even mijn baas zijn of zo. Want mijn vriendin die heeft natuurlijk weer van een andere vriendin gehoord dat ik met een meisje aan het lopen ben. Ze gaat me bellen, ze gaat even verhaal halen. Ja, en dan, ik ben met Thomas mijn baas en dan, speel even mijn baas. Nou, even kijken of mensen zo makkelijk meegaan in die brocode. Koffietje moet ik gaan. Oh, wacht even. Hallo? Yo. Ja? Ja, ik hoor dat jij met een chick in de pijp bent. Nee, ik ben... Ik ben met iemand anders in de pijp. Ik ben met mijn baas aan het lopen, schat. Oh, nou, Puk zei net dat ze wat anders zag. Nee, ik ben met Thomas aan het lopen. Oké, nou geef Thomas maar. Geef Thomas maar? Ja. Yo, heel voorzichtig dat je Thomas heet. Hoi, met Thomas. Dat is mijn vriendin, zeg maar dat ik ben de baas. Ja, je hebt de baas van werk. Oké, nou top. Geef maar weer. Ja, top. Zie je? Oké, nee, niks aan de hand. Oké, nou top, thanks. Yo. Jezus, raar telefoontje. Wow. Wat was dat? Was mijn vriendin. Hey, thanks man. Zo, was ik even weinig gesnet hier. Ja, misschien moeten we de weekend ergens kunnen gaan zitten of zo. Ja. Ja, dat zou... Oh, wacht even. Kijk. Oh shit, mijn vriendin. Hallo? Jouw gast. Wat is er? Met wie ben je op de Kuip? Ik ben met mijn baas. Je bent helemaal niet met je baas, je bent met een andere chick. Helemaal niet, ik ben met mijn baas. Je bent gespot, vriend. Wat wil jij? Ik ben met Pieter, mijn baas. Ja, met Pieter? Ja. Nou, geef Pieter maar even dan. Ja, kun jij even zeggen dat je Pieter bent? Yo, Pieter. Met Pieter. Zie je? Hey, waar werk jij? Waar werk je? Brandfern. Brandfern? Zie je? Okay. Ja. Wat dan? Okay. Ja, ik vind het apart hoe je belt hoor. Wat zeg je? Heel apart hoe je belt. Okay. Je weet dat ik met Pieter een afspraak had. Oké, nou prima. Ja? Yo, zoek het uit. Oké, joe. Yo, thanks, ouwe. Ja, maar... Ja, het is twee keer, hè? Dat is de tweede keer. Ja, ja.
gozer. Dit is gewoon precies dezelfde gozer als die daar op een bankje zat eerder in de video. Wat is er? Hij schat. Ik zag het helemaal niet. Maar hij heeft me gewoon twee keer geholpen. Hey, respect man, daar staan mannen voor. Dit is ernstig, echt. Oh, naar alle vrouwen toe, die geloven geen enkele man meer. Niemand meer. Ik ga nu even de druk opvoeren om mensen voor me te laten liegen. Dat doe ik door Bram's Quiz. En wat win je bij Bram's Quiz? Deze prijs is alleen voor echte leugenaars. Ik heb hier een hele korte prijsvraag. En moet ik gewoon ook iemand hebben die hem goed heeft. Want tot nu toe heeft niemand hem goed. En ik wil ook van mijn prijs af. Nou, dus, vooruit dan maar. Top. Hoe heet je? Jeffrey. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Almere, officieel. Oké, Jeffrey uit Almere. Yes. Ik moet eigenlijk even iemand hebben uit Amsterdam. Ja. En kan je ook een andere naam geven? Even dat je zegt van, weet ik veel, ik ben Joost. Ik ben Joost uit Amsterdam. Oké, dan ben ik Benny. Benny uit Amsterdam. Oké. Ik sta hiernaast. Benny uit Amsterdam. Top. Ik vraag zo meteen aan jou, wat is de hoofdstad van Colombia? Dat is Bogota. Bogota. Ja, dus ik vraag dat aan jou en dan moet je gewoon even nadenken en dan Bogota. Ja? Ja. Wat is de hoofdstad van Colombia? Oei, Bogota. Ja. Bogota. Dat klopt, in één keer goed. Gefeliciteerd. Yes. Gefeliciteerd, man. Is dit je prijs? Dank je wel. Nou, maak me open. Ja, zal ik eens even kijken. Gefeliciteerd, je bent een leugenaar. Dank je wel. Wat is je naam? Seasmoke. Seasmoke. Dat is mijn naam. En waar kom je vandaan? Almere. Ik heb eigenlijk even iemand nodig uit Amsterdam zou je misschien een andere naam kunnen geven? Jorik. En kan je zeggen dat je uit Amsterdam komt? Even een voorbeeld. Ik ben van Amsterdam. Ja. Top, dat staat erop. De vraag is, wat is de hoofdstad van Colombia? En dan moet jij even nadenken en dan zeg jij Bogota. Dan heb je gewoon gelijk gewonnen, ja? Ja. Top. Wat is de hoofdstad van Colombia? Bogota, als het goed is, toch? Hij heeft het gewoon goed. Bizar. Ik ben al de hele dag op zoek naar mensen, maar niemand heeft het goed. Ik ben daar geboren. Ja? Ja. Lekker, ja. Man. Nou, dit is je prijs. Maak hem maar even open. Gewoon hem even openen op beeld. Ja, man. Nou Niels, wat kunnen we hieruit concluderen? Nou, in mijn geval ben ik er dus achter gekomen dat mannen bereid zijn om te liegen en te bedriegen voor onbekende andere mannen. Dat voetbalteam brocode gevoel, dat zit er gewoon in of zo. Ja. Bizar. En jij? Ja, best wel bizar inderdaad. Ja, het is een beetje moeilijk te meten. Kijk, als je mensen gaat vragen om hun politieke voorkeur te veranderen, dan denken ze dat ga ik niet doen. Maar anders, ja, een klein leugentje vinden ze blijkbaar niet zo erg. Nee, dus ja. Het is niet zo gek dat de hele wereld wat afvliegt en dat ze daar wat op te zeiken hebben. Want mensen zijn dus bereid om heel makkelijk te liegen om dingen. Ja. Boeit ons helemaal gereed. Nee. Toch? Nee, blijkbaar niet inderdaad. Nee. Bizar. Laat even weten in de comments of jij zelf ook wel eens wat bij elkaar ligt. En vooral, wat voor leugen heb je gebruikt en wanneer. En dan zien we je volgende week weer terug bij een nieuwe video. Hè? Tot volgende week. Like, abonneren. Later. Later.